Phonix. Phonix. Op Roeha Festival. De Ziekeman. Ziekeman. In de studio. Ja, hoe moet je het noemen, man? Josselaar, Ziekeman, De Dos Santos, wat... De allerziekste man. De allerziekste man, gewoon. Moula B zit hier. We zitten over de 4 miljoen views met de sessie heen. Ja, man. Klopt. Dat is toch crazy? Ja, 4 miljoen, De Dos, Dos Santos, D2, je weet het. We hebben het natuurlijk over de sessie die je toen met Wilde Westen deed. Met jullie. In de avondshow bij Phonix. Met jullie, bro. Met Jamie, met Morazzo, met Shai. We waren er allemaal, ja, man. We knallen gewoon als een bal in die clip. We hebben samen die pokkel gemaakt. Wilde Westen is gewoon family van ons. Ja, man. Wat ik niet begrijp, heel Nederland kent die track. Het maakt niet uit waar je zit. Iedereen. Het kleinste gat, ze kennen hem gewoon. Het is raar, het is raar. Dat is de kracht van Phonix, bro. Je weet wel wat ik vorige keer tegen je zei. Wauw, oké, nou ja, thanks. Maar jullie hebben ook echt wat neergezet, man. Ja, en gefeliciteerd met die cijfers. Je stond net mooi op die tafel te kijken naar de show van Lil Pump. Lil Pump. Ik dacht van Moula B gaat sowieso in een van die gekke gebouwde moshpits springen. Maar je hebt dat niet gedaan. Vroeger deed ik het wel, maar nu is het echt moeilijk, man. Nu worden er moshpits gebouwd gewoon door jou. Jij regisseert gewoon. Ja. Weet je wat het is? Ik wil zijn show niet verpesten, je weet toch? Alles zijn van Maar als je kijkt naar je eigen show, heb je dan zoiets van, oké, ik weet precies wanneer ik zo'n moshpit ga bouwen of laat je het allemaal afhangen van de vibe? Ik zeg je eerlijk, ik laat alles afhangen van de vibe, man. Echt waar. Je weet toch, wat gaande is, is gaande. En is dat ook qua tracklist bijvoorbeeld? Tracklist, dat is allemaal nauwkeurig berekend met Assefjord. Oh, wauw. Rekenmachines. Ja, de DJ, Assefjord. Ja. Zonnewijzers. Ja, inderdaad. Okay. Nee, maar is het wel eens zo dat je voor de show nog even zegt van, nou, laten we even deze doen in plaats soms van wel, die? Ja. Tuurlijk, soms komen we ergens en denken van, hé, dit moeten we doen, dit niet, je weet toch? Dus dan met Assefjord bespreek ik die shit. Ja, elk festival... Publiek is anders, hè? Ja. Hoe omschrijven we het Woeha-publiek? Het Woeha-publiek is een energiek publiek. Heel veel energie. Ja. Heel veel love. Ja. Top publiek eigenlijk. Ja, man. Dus dat beter betekent dan dat dit bestaat, er gaat iets ergs gebeuren zometeen, dus. Ergens ook. Hij denkt, waar heb je het over? Ik begreep dat je wel wat nieuwe dingen ging doen ook, toch? Ja, nieuwe dingen, oude dingen. Vooral oude dingen ook, man. Ja? Dingen waarvan ik denk, nee, deze bewaar ik voor Woeha. Echt waar? Ja, man. Wat is dan een track dan? Ja. Lange loop. Lange loop, natuurlijk. Lange loop. Ja, toch. Lange loop. Ja. Dan hebben we het ook over domme jongens. Ja, domme jongens sowieso. Nee, maar lange loop, JK. Ja. Die ook. En aangehouden op hem. Dat zijn een nieuwe tijd. Dat zijn dingen die ik normaal niet doe tijdens shows. Maar bij Woeha ga ik het doen. Ja. We weten dat de track D2 die je uiteindelijk officieel uitgebracht hebt... D2 is de pokoe van Woeha. Ja, dat is hem? Is de pokoe van Woeha. De Nederlandse pokoe. Ja. Ga je daar dan mee afsluiten? Ik weet het. Maar ik moet zeggen, ik heb veel filmpjes gekregen van D2. Ja. Veel filmpjes van DJ's die meer hebben gedraaid. Ja. En toen ging het al hem. Oké, maar ik kan me voorstellen, je zit nog in de high van D2. Maar ik zag op je Instagram dat je wel bezig bent met nieuwe tunes. Ja, met Bart en Jan Felix. Maar dat is een gekke combi. Ja, die track heet Waar zijn die kegs? Waar zijn die kegs? Waar zijn die kegs? Zo heet die track. Ja. Het is gewoon hoe je het zegt gewoon. Waar zijn die kegs? Waar zijn ze? Je gaat uit. Dat is het eerste wat elke man denkt. Ook al zegt ze van niet, het is wel zo. Gelijk scannen gewoon. En ik ga gewoon zeggen hoe het echt zit. En dat is gewoon zo. Klaar. Ja. Oké, Woeha is volgens mij een van de top 5 plekken waar je staat. Of niet in Nederland. Ja. Sowieso. Of is het echt? Top 3. Oh, top 3 zelfs. Zo hard is het hier voor een artiest om op te treden, zeg maar. Ja, want voor mij wel. Ja. Voor mijn soort artiest wel. Dit is gewoon echt top. Dit is waar jouw soort muziek wordt erkend. Dit is waar ik een hele jaar naar werk, bro. Snap je? Dit soort dingen. Je weet toch, Woeha, Latin, dat zijn die dingen. Zo. Oké, man, dit is Moula B hier in de Phonix Studio. Succes zometeen, man, met het optreden wat je gaat... Thanks, man. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Optreden, aanval... Zieke dingen gaan gebeuren, man. Zieke dingen. Ja,